Mijn naam is Karim. En ik ben dood. Ik heb mezelf van het leven beroofd, want ik zag het niet meer zitten. Ik had een lieve vrouw en twee kids. We leefden in een land waar door oorlog en neffel leed is. Ik moest iets doen. We hadden weinig geld, dus weinig eten. Ik zag een kans om te vluchten en heb die gelijk gegrepen. Ik kwam naar Nederland. Zonder gezin, maar met een toekomst. En ik zou ervoor zorgen dat mijn gezin ook hier naartoe kon. Dus ik ging werken en werken om ze naar hier te halen. Ik had genoeg geld bij elkaar na een maand of 10 te sparen. Maakte het over en ik dacht, ik zie ze morgen weer. Maar het vliegtuig waar ze in zaten, dat stortte neer. Ik stortte in. Ik wou al verder, maar ik kon niet langer. Pakte een touw en toen heb ik mezelf opgehangen. Droeg een onzichtbare rugtas met veel te veel bagage. En ik kon hem niet langer dragen. Mijn naam is Dennis. En ik ben dood. Ik heb mezelf van het leven beroofd, want ik zag het niet meer zitten. Ik was een agent van beroep. Ik had een goede baan, een goede naam en alles ging goed. Ik had ook een vriendin. Ik was gek op haar en ik hield zoveel van haar. Het was niet gepland, maar mijn vriendin die raakte zwanger van me. Ik vond het lauw, dacht met haar word ik oud. Maar na de eerste maanden van de zwangerschap ging het fout. Ze had geen zin meer in seks, was alleen maar gestrest. De reden dat ik vreemd ging met mijn ex. Ik beging een zonde. Ik wou niet zonder. Dat was haar idee. Maar ja, 3 maanden later had ik HIV. Ik gaf het ook aan mijn vriendin. En misschien aan ons kind. Ik schoot haar dood en toen mezelf ook, want niets had nog zin. Droeg een onzichtbare rugtas met veel te veel bagage. En ik kon hem niet langer dragen. MH17. Neergehaald met een moordwapen. Zoveel onduidelijkheden, wie blijft het doorvragen? Want velen zoeken een reden of naar de oorzaken. Maar het wordt pas duidelijk als je weet wie aan boord zaten. Namelijk Joep Lange. En vele wetenschappers. Op naar een congressie over AIDS. Oké, dus even wachten. Misschien is dat dus de reden geweest voor moordplannen. Omdat ze mogelijk het medicijn voor AIDS aan boord hadden. Maar dat zullen we never weten. Want ze komen met van alles behalve met de reden. Hoe kan je zonder geweten nou een vliegtuig uit de lucht knallen? Kwam het antwoord maar uit de lucht vallen. En Hitler, die nam nooit zijn lot in eigen hand. Want hij pleegde geen zelfmoord, daar zijn bewijzen van. De schedel die ze van hem vonden bleek te oud te zijn. En bovendien van een vrouw te zijn. Het is raar maar waar wat ik weet. Hij vluchtte naar Argentinië en heeft daar jaren geleefd. Hij stierf in 1962, dit zijn geen leugens of vage grappen. Dus begin die geschiedenisboeken aan te passen. Je kon er wel eens in de wijk zien. De naam was Lisa. Ze was een meisje van 15. Ze was gelukkig. En op school hadden ze goede cijfers. Maar toen gingen haar vader en haar moeder scheiden. Zij wou bij haar moeder blijven. Zag hoe kwaad haar pa was. De scheiding niet haar schuld, maar toch dacht ze dat het aan haar lag. En op een maandag was daar ineens een stiefvader. Aan haar zitten, dat kon hij niet laten. Dus daarom liep ze weg en kwam ze bij een vriend terecht. Maar die was slecht en hielp niet echt, want die deed alleen lief voor seks. Ja.
Dus daar wou ze ook niet langer blijven. Wou naar haar vader, maar die kon ze niet te pakken krijgen. Arm meisje. Want het leven was veel te hard voor haar. Die vriend die haar moest helpen, groef alleen een graf voor haar. Want ze sprong voor een trein en alles dat werd zwart voor haar. Ze kan het nu niet meer. Maar weet dat ik nog lach voor haar. De dag is net begonnen. Maar ik weet niet of ik het einde haal. Dus pak een pen wat papier en vertel je mijn verhaal. Mijn naam is Gino. En ik ben verwekt uit een verkrachting. Mijn pa verkrachtte mijn ma. En ze raakte in verwachting. Ik werd geboren. Maar ik kon niet bij mijn moeder blijven. Want ze zat aan de drugs. En kon er geen genoeg van krijgen. Dus werd ik weggehaald, maar dat was geen verbetering. Van pleeggezin naar kinderhuis, van kinderhuis naar pleeggezin. Dat breekt een kind. En nu ben ik een verknipt persoon. Ik stond laatst op een brug en ik dacht ik spring gewoon, maar deed het niet. Want ik moet eerst nog mijn verhaal vertellen. Ik hoor stemmen in mijn hoofd die me al jaren kwellen. Ik haat mezelf. Dus kan van niemand houden. En ik heb niemand om me heen, dus kan op niemand bouwen. Ben ongelukkig en mijn hart die ligt in 100 stukken. Mijn pijn die moet naar buiten, kan het niet meer onderdrukken. Ik heb een vriendin. En ik geloof wel dat ze van me houdt. Ik probeer het ook van haar, maar helaas. Want mijn hart is zwart en koud. Heb niks meer over om nog voor te leven. Muziek maar alles. Ik gaf alles. Maar het lukte niet om door te breken. Niemand gelooft nog in me. Dat is verleden tijd. Mensen vragen of ik nog rap. Maar dat is meer uit medelij. Vraag me af of ik vervloekt ben of ik ben gezegend. Ik krijg geen waardering of kom waardering als ik ben verdwenen. Ik heb ze genen. Maar zal nooit zoals mijn vader worden. Of net zoals mijn moeder, naalden in mijn aders stoppen. Ik wilde graag een jongen, maar nu ben ik bang. Straks vraagt die mama, waar is papa? En wat zegt ze dan? Dat ik te laf was om te blijven, zomaar ben verdwenen. Maar de echte man die rent niet zomaar weg voor zijn problemen. Dus denk dat ik nog even blijf. Al is het voor mijn jongen. Geef ik nu op, zal ik nooit weten of ik heb gewonnen. En voor diegenen die zo leven als mij. Word je niet dood, dan maak je sterker. Ik ben het levend bewijs. De dag is net begonnen. Maar ik weet nu dat ik het einde haal. En met de pen en papier vertelde ik mijn verhaal. Mijn naam is Gino. Dank jullie wel.